brandweer, politie, kok, voetballer, profvoetballer, dokter, dierenverzorger, dierenarts. Ik wilde violist worden, advocaat, brandweerman, maar geen docent. Ik wilde vroeger boswachter worden. Vroeger als kind wilde ik brandweerman worden, maar ja, ik denk dat ieder kind wel politieman of brandweerman wil worden. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies, maar ik denk dat het iets was van juffrouw of stewardess of zo. Ik wilde eigenlijk kok worden, kok of iets met planten en dieren, bioloog. Ik wilde vroeger iets met licht en geluid gaan doen. Ik was DJ, ik had een drive-in show en het leek me tof om daar iets mee te doen, ook als ik later groot ben. Eén ding is zeker in de toekomst dat de arbeidsmarkt krap zal zijn. Dus er is te weinig aanwas, de geboortecijfers zijn eigenlijk te laag, de vergrijzing is te hoog. Dus we komen structureel gewoon mensen tekort. Dus wat moeten we doen? We moeten slimmere organisaties bouwen, slimmere processen bouwen, om met minder mensen eigenlijk meer te kunnen doen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant denk ik dat de techniek een beetje onderschat wordt. Hoe mooi het is om in de techniek iets te kunnen betekenen. Ik zie aan mijn werknemers, er lopen hier werknemers die bijna 50 jaar in het vak zitten. Beginnen met de 15e en lopen met de 65 nog fluitend rond. Ja, je ziet dat de robotisatie of de automatisering treft met name de die personen, zeg maar, die relatief eenvoudig werk doen. Omdat je die makkelijker kunt automatiseren. Daar ontstaat wel een nieuw type mens omheen. Dus het is niet dat we minder mensen nodig hebben. Ik denk dat we productiever worden per medewerker met behulp van die robots. Ik denk dat er wel veel zal gaan veranderen, omdat mensen veel vaker worden vervangen door computers of door geautomatiseerde systemen. Dus ik denk dat dat wel de grootste verandering wordt op de arbeidsmarkt. Als je ziet wat ik al heb meegemaakt aan computers, telefonie en die ontwikkeling. Ja, als dat zo doorgaat, dan worden straks pakketjes met drones verstuurd en dat soort dingen. Dus daar zie ik wel heel veel veranderingen in de toekomst. Nou, ik denk dat de technologie zal wel een belangrijkere rol gaan spelen. Maar gewoon de menselijke maat, het menselijke contact, dat zal ook altijd blijven. Hè? Dus... En een politieagent zal er ook altijd blijven. Dat zal niet zomaar een robot zijn die door de straat rijdt. Dus in die zin proberen wij kinderen hier ook wel enerzijds een beetje ICT-vaardig te maken. Maar aan de andere kant, ja, je moet gewoon wel kunnen lezen en schrijven. En dat soort dingen gaan echt niet veranderen. Dus die basis, waar een basisschool ook voor is, die basis die hebben alle kinderen gewoon nodig. Bijvoorbeeld door ze kennis te laten maken met verschillende onderwerpen van de arbeidsmarkt, maar ook door ze te laten ondernemen en zelf problemen op te lossen. Dus als de arbeidsmarkt verandert, en dat zal het, dan zijn deze studenten er goed voorbereid, omdat ze zelf al problemen hebben kunnen leren oplossen. Wij werken samen met IMC Weekendscholen, dat heet hier op school IMC Basis. Dat betekent dat de bovenbouwleerlingen hier op school iedere week les krijgen van gastdocenten die in bepaalde thema's hier langskomen. Dus bijvoorbeeld het thema recht hebben we afgelopen periode gehad. Vorig jaar rondom de verkiezingen hadden we het thema politiek. Hè. Zo proberen we ook wel op in te spelen. Maar bijvoorbeeld bij thema recht komt de wijkagent hier vertellen over wat doet een wijkagent. Een advocaat komt vertellen over, stel jij bent verdachte, welke rechten heb je, hoe gaat dat dan? En we zijn toen ook in Den Bosch in de rechtszaal een zitting gaan naspelen. En daarmee leren kinderen beroepen kennen. Ze leren een stukje van de maatschappij kennen, maar ze leren ook een aantal woorden kennen die normaal niet, hè, jurisprudentie, griffier, ja, die leren ze normaal niet, maar doordat ze met dat soort beroepen in aanraking komen, zit er dus ook een kenniscomponent in dat aanbod. Ik ben zelf geen voorstander van een stage en één keer per jaar ergens naartoe moeten. Het zou mijn inziens beter zijn als gewoon het bedrijfsleven gewoon een vak wordt en gewoon vast in het lesrooster zit. En dat je op die wijze met heel veel mensen gewoon elke maandag een andere groep hebt om de praktijk te kunnen laten zien. Ik denk dat het heel moeilijk is om de aansluiting te blijven vinden met een markt die zo snel ontwikkelt. Ik zie dat in ons bedrijf is het moeilijk om bij te blijven, uitdagend om bij te blijven, laat ik het zo zeggen. Dus je moet er eigenlijk bovenop zitten en ik kan me voorstellen dat er voor educatie, voor opleidingen ook daardoor heel moeilijk is. Die zitten natuurlijk
niet zelf vast in het bedrijfsleven. Je ziet wel dat daar de contacten steeds dichter worden gelegd. Hè. Wij vinden het ook heel leuk om met stagiaires te werken, om hele klassen te ontvangen van hey, wat doen jullie nu eigenlijk om een beetje een beter beeld te kunnen te vormen bij die arbeidsmarkt. Dus het enige wat ik daar af en toe voel is dat we kunnen allemaal moeilijk bepalen wat er in de toekomst nodig gaat zijn. En daarmee wordt het helemaal moeilijk om daar opleidingen naar te schrijven. Je ziet dat steeds meer mensen dan learning on the job gewoon beginnen en dan een vak gaan omarmen en kunnen gaan uitvoeren. Brandweer. Politie. Kok. Profvoetballer. Dokter. Dierenverzorger. Hallo iedereen, hopelijk vonden jullie de presentatie interessant. Maar dit is nog niet alles. Binnenkort nog meer beeld en informatie wat betreft de arbeidsmarkt in combinatie met ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs, wordt vervolgd.